Ik ben Wanda Rijssel. Ik ben schrijver. Ik ben begonnen als theaterregisseur. Ik heb een opleiding gedaan als theaterregisseur. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan, maar toen heeft het schrijven toch de overhand genomen. Ik vond dat niet makkelijk om met acteurs te werken. Maar ik dacht, kom, laat mij maar achter mijn machine. Want die ambitie had ik ook. Dus ik ben eerst voor toneel gaan schrijven. En in 84 is mijn eerste stuk uitgevoerd. En 2 jaar later ben ik ook romans gaan schrijven. En ik schrijf ook wel eens voor film. Bij toneel moet je je voorstellen dat je dus alleen maar met taal te maken hebt. De personages kun je niet natuurlijk in een andere omstandigheid dan op het toneel zien. En het concentreert zich bij mij ook veel meer op de taal, op de communicatie tussen de mensen. Taal is een verraderlijke valkuil. Daar ga ik van uit. Dat heb ik bij mijn leermeester Spinter en Beckett geleerd. We denken dat we dezelfde taal spreken, maar dat is niet zo. Poescafé gaat over een vriendenclub die elkaar kennen vanuit de jaren 70, dat ze samen gestudeerd hebben en altijd vrienden zijn gebleven. Dat wil zeggen, ze zijn altijd nog jaren daarna, elk jaar of een paar keer per jaar, komen ze op een etentje dat door hun vriend Jacques, die altijd de kok is geweest van hun clubje, wordt georganiseerd. En het is eigenlijk een beetje een vriendenclub in ontbinding, alleen weten ze dat nog niet. En deze Jacques, deze kok, die heeft voor deze avond een verrassing voor ze in petto. Die geeft eigenlijk al zijn achtergrond op om een nieuw leven te gaan leiden. Althans, dat wordt onthuld in het stuk. Nou, het was heel erg een tijd van de collectiviteit. Van een paradijs op aarde willen creëren. Tegen de autoritaire structuren, tegen het gezag van die tijd, tegen het establishment. Gaf enorme vrijheid. Dat was ook noodzakelijk. De vraag is of het de schuld is van die generatie, of zij de veroorzakers zijn van die hele beweging, of dat zo'n maatschappelijke beweging al vanzelf in de maatschappij zat. Het was een hele vrije tijd. De muziek kent iedereen nog uit die tijd. In de jaren 70 is het door de massaconsumptie opgepakt, die hele vrijheidsdrang. Maar er werden bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen die organiseerden hippie-reizen van de VS naar Amsterdam, om daar in het Vondelpark te gaan liggen. Platenmaatschappijen sloegen hun slag met de bandjes. Daar is heel veel geld aan verdiend. Kleding, al die dingen. Het is ontzettend vercommercialiseerd. Zonder dat de mensen het door hadden.